Heb je een BlackBerry, dan kun je gebruik maken van apps. Apps zijn kleine programma's, zoals bijvoorbeeld Hives, Facebook of Twitter. Deze zijn te installeren op je toestel en te downloaden via BlackBerry App World. Wil je apps installeren op je BlackBerry, dan heb je allereerst een account nodig. Om je BlackBerry-account te activeren, ga je naar BlackBerry App World toe. Deze vind je terug op je toestel. Ik zal het nu even demonstreren. Je zoekt in je menu naar BlackBerry App World. Eenmaal daar aangekomen, klik je op Create a BlackBerry ID. Daar volg je de stappen en maakt met je e-mailadres en wachtwoord gebruik van BlackBerry App World. Nadat dit gebeurd is, is je account actief en kan je apps downloaden. Een BlackBerry-account is geheel gratis. En mocht je nou later betaalde applicaties willen downloaden, dan kan dat. Je kan heel simpel een creditcard of een PayPal-account toevoegen aan je BlackBerry. We zijn nu in App World. Zoals je ziet, kan je hier heel veel applicaties vinden. Je kan die zoeken op keywords, maar ook bijvoorbeeld op icoontjes of op favorites. In tegenstelling tot bij Android zijn er heel veel betaalde applicaties en vrij weinig gratis. Wanneer je een leuke applicatie hebt gevonden, dan kun je deze installeren. Ik zal het nu demonstreren met de applicatie WhatsApp. Je klikt simpelweg op het icoontje en drukt op Run. Vervolgens laat je de installatieprocedure uitlopen. Wanneer het toestel opnieuw is opgestart, vind je icoontje terug op je toestel. Het icoontje is simpelweg terug te vinden en je kan hem plaatsen naar wens. Mocht je hem nou willen verbergen of eventueel verwijderen, is dit mogelijk. Bij een verwijdering is het pas definitief wanneer het toestel opnieuw is opgestart. Ik heb WhatsApp geïnstalleerd en bij mijn favorieten geplaatst. Ik ga nu gebruik maken van WhatsApp. WhatsApp is een programma bedoeld om berichten te versturen naar elkaar. Bijvoorbeeld naar Android-gebruikers of iPhone-gebruikers. Wanneer ik WhatsApp open, zie ik een aantal contactpersonen staan. Ik klik hierop en kan vervolgens een chatsessie ermee starten. Het voordeel van WhatsApp is dat je kan communiceren met iPhone-gebruikers en Android-gebruikers, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Er zijn heel veel apps beschikbaar op BlackBerry App World. Deze zijn niet alleen te downloaden via je toestel, maar eventueel ook voor je PC. Je sluit simpelweg je kabel aan op je PC, surf naar blackberry.nl en begin met downloaden. Mocht je nou nog meer informatie willen hebben, kun je ons altijd bezoeken op www.vodafone.nl of tips en tricks delen op Facebook.